European Action komt eigenlijk voort uit het inzicht intern dat wij, hoewel we heel erg veel doen op het gebied van de USOP, vooral aan het zenden zijn en dat te weinig interactie is. En daar is voor medewerkers, collega's echt behoefte aan. Wat betekent het nu voor mijzelf? En het is een web-based, game-based tool wat we hebben ontwikkeld om mensen echt te betrekken bij het USOP, in dialoog te gaan, een soort digitale ideeënbus, om de USOP veel meer te kunnen laten leven in de organisatie. Je ziet heel veel wat we extern doen. En natuurlijk van de USOP van dit programma is eigenlijk het meer intern ook te laten landen. Want je kan alleen maar extern uitstralen als je het intern ook echt voelt en uitdraagt. En binnen en buiten is niet meer zo'n groot verschil tegenwoordig. Ja, daarom vind ik het een heel mooi programma om de mensen intern ook te laten zien dat we echt heel veel doen. USOP in Action bestaat uit 6 challenges die in 6 weken aan bod komen. Elke week krijgt elke medewerker een uitnodiging om een van die challenges mee te doen. Ik vind het een hele mooie mogelijkheid om duurzaamheid concreet te maken bij medewerkers. Het zou eigenlijk de kern moeten zijn van wat we hier dagelijks doen. En dit dwingt ons om eens even goed na te denken dat eigenlijk je duurzaamheid in alles wat je doet een plek kunt geven. Wat ik goed vind is het format. Dus als je het hebt over een engagement programma, hoe betrek je mensen op een makkelijke manier bij onderwerpen, vind ik dit echt een heel goed voorbeeld. Iedere week, 6 weken lang een challenge en 5 minuten erover nadenken. Want het is een hele korte tijd waar je toch wel heel veel impact hebt. Het begint met een quiz, dus met een aantal vragen. Dus dat is voor de mindset. En vervolgens wordt er ook nog eens gevraagd van joh, een verbetering om iets over na te denken. Waar je vervolgens feedback op kunt geven of input. Dus wordt er ook nog interactie gevraagd, zodat je bijdraagt aan het idee. En je kan ook nog kijken naar wat je collega's vinden aan ideeën. En daar kan je ook nog op reageren. Ja, ik bedoel, ik werk hier ook nog maar recentelijk. En ik was eigenlijk niet zo erg bewust van hoe Unilever nou aan sustainability meedeed. Dus dit is wel echt gewoon goed voor medewerkers, vooral voor nieuwe medewerkers die nog niet echt bewust van zijn, om inderdaad meer verbonden te raken. Nuttig vond ik de eerste challenge. Dat ging over hoe wij omgingen met onze e-mail en onze inbox. Dat is iets wat je dagelijks heel veel gebruikt en elkaar ook heel erg mee kan belasten en ontlasten. Dus die vond ik het meest leerzaam. Ja, USLP staat voor heel veel mensen met alles wat met het milieu te maken heeft. Het gaat veel meer dan dat. Hè. Het gaat dus ook gewoon over een work-life balance. En hoe gaan wij om met de wereld, landbouw en dat soort dingen. Wat heel goed is dat al die facetten van de USLP daar nu onder de aandacht worden gebracht. Zodat ook voor de mensen die hier werken veel concreter wordt wat het inhoudt. En dus ook voor mij. Ik vond voor mezelf de challenge van de shower power het meest nuttig. Omdat je daar echt kijkt naar je eigen gedrag. En je trucje wordt geleerd van hoe je dat aan kan passen met die 3 woorden. Als, dan, want. Ja, dat heb ik ook zelf echt gebruikt. En daardoor vond ik dat heel inspirerend. Ik was ook heel sceptisch in het begin. Van ja, het zal best wel weer veel tijd kosten. En dat hebben we eigenlijk niet. Maar het is echt met 10 minuten waar je aan bezig bent. Iedereen doet er echt heel enthousiast aan mee. En het is eigenlijk zo, als we maandag binnenkomen, dan is het gelijk al beginnen om alle acties in te voeren. En samen ook een beetje erover te discussiëren, te praten, meningen te filteren daarin. Dus nee, gaat prima. Superleuk. Ja, het gaat hem eigenlijk niet om de prijs. Het gaat hem eigenlijk een beetje om, het is leuk. En het is altijd leuk om met het team te winnen. Het gaat goed met de competitie. We staan 9e. Dat kan dus nog wel een stukje beter. Maar misschien is de grootste competitie wel intern in het team. Er wordt heel wat geport om in ieder geval te zorgen dat je zo snel mogelijk op maandag als eerste alle goede antwoorden hebt. Dus er is misschien nog wel meer interne competitie dan competitie met de andere teams. Wat ik wel iets meer ben gaan doen is opletten met de lunch, hoe je je afval scheidt. En dat is wel echt een actie die ik actief ben gaan doen. Dat je hiermee wel bereikt, dus dat je gewoon meer weet van wat precies de USOP is en wat wij er met z'n allen aan doen. Zodat je, omdat het ook elke maandag weer op je netvlies staat, dat je ook gewoon bij de klanten daarover praat. Dus dat vond ik wel een goeie. We hebben het nu over dat
dat leave-on conditioner en droog shampoo, dat je eigenlijk water bespaart. En dat heb ik eigenlijk alleen maar meer gebruikt sindsdien. Omdat ik ook echt bewust ben van, oh, het is ook goed voor de natuur om droog shampoo te gebruiken. En ik vind het zo leuk dat ik niet eens kan bedenken wat ik het niet goed aan vind.